weer op zoek te gaan. Kom maar door, met die cocktail. Die gaan we zo meteen aan iemand cadeau doen, de cocktail. En dat gaat samen met de vraag van vandaag. En ik weet niet of jullie goed opgelet hebben. Maar de vraag van vandaag is, aan wie is de schuld van de jongen in het museum opgedragen? Wie kan zich dat nog herinneren in de film van Hartshoofd? Aan wie is de snor van de jongen in het museum opgedragen? Martijn, jij hebt gewonnen. Nee. Nou, ik moet zeggen. Dat maakt mij niks uit. Je bent winnaar. Ja. Wow. Excuseer. Oh, lekker. Ja, je had je pap nog beter kunnen voorbereiden, hè? Nou, ik weet niet zo goed hoe ik nu de tijd vol moet lullen, samen met jou. Misschien kan je heel langzaam alvast vertellen dat je op je plan bent. Kijk dan. Wie gaat me helpen uit? Ik ga hem al helpen. Ik doe het graag. De winnaar helpen. Ja, een muziekje zou ik heel prettig vinden. Dan kan ik het best met weghouden. Dat komt dan. Nicola, wil jij een cocktail maken? Hallo. Ik ben heel benieuwd wie je heet. Ik ben Kees. Goed dan. Goed dan. Wat ga je doen? Alleen een glas van shaker. Ik ga het even proberen. En ik dacht dat ik moest helpen. Wodka, champagne, jus d'orange en tonic. Interessante combinatie. En wat is dat dan? Dat ziet er heel erg uit. Dat grote ding. Oké. Anderhalve lepel mandarijn. Ja, lieve mensen, ja, het is een beetje lastig om zo'n complex proces hier inderdaad tot een soort vormgeving, een soort tekst erop te geven. Ik geef toe, het ziet er allemaal tot nog toe helemaal uit. Hij is nog één ding vergeten. Gooi er even een lekker tjoetje in, tuin. Heerlijk. Klein beetje suikerwater. Zit hier nog wel weer voor. Oké, Rutger, jij doet de handschoenen aan en de bril op. Want er gaat nu denk ik iets heel spectaculairs gebeuren. En het gaat nog steeds over een cocktail, dames en heren. Maak dus geen zorgen. Het schijnt niet erg exclusief te zijn. Hij gaat roeren hier. Met iets waarvan ik. Tom, het ziet er goed uit, zeg. Min 196 graden, dames en heren. Spectaculair. Is het warm? Ik ben kermis. Oh, je bent warm.
Je doet denken aan je relatie met je vader. Ook zo bedoeld. Ja, Daar loopt steamy, zou ik bijna denken. Hoe ziet dat eruit? Het ruikt wel lekker. Hey Roeland, ik begrijp nu dat het helemaal bevriest daarbinnen. Er is niks wat te zien, maar ik heb de indruk dat het bevroren is. Het gaat nu langzaam bevriezen. Het wordt nu ongeveer min 40 met de ijs. Heel erg koud. We gaan het dadelijk weer wat aanleggen naar de champagne. Het is een soort smurrie geworden ondertussen. Er gaat nog een klein beetje bij. Het is nog steeds een klein beetje improviseren, dames en heren. Ik ben erg nieuwsgierig naar het resultaat. Dat hebben we verschrikkelijk goed gedaan. Het ziet er ontzettend goed uit. Ja, kijk dan. Beetje tonic aanleggen. Maar Roeland, dit is niet iets wat je thuis moet proberen, geloof ik. Ik doe het ook af en toe wel. Ik heb net zo'n sorbet gehad, dat is super lekker. Het geheime ingrediënt waarvan we natuurlijk niet weten wat voor. Oh ja. Het je hoort een bal aan. Rutger, wat ben je goed bezig, man. Het gaat alle kanten op, maar het ziet er heel goed uit. Oké, we zijn bijna zover, dames en heren. Waar is de winnaar van de cocktail? Daar is die. Kom even naar het podium. We brengen je een waanzinnig interessant. Weet je niet? Ja, je moet het wel even proberen hoor. Ik zie er echt geweldig uit. Hoe heet je? Je hebt de prijs gewonnen en dat is deze waanzinnige cocktail. Probeer het. Het kan niet misgaan. Met die bril op. Ik wil het wel even voordoen. Na mij, als ik het overleef. Is dat fijn? Wauw. Ja, ik kan het je wel heel erg aanraden hoor. Het is spectaculair. Het is een hele rijke melange van, ik zou zeggen, van knisperende mandarijntjes die in je mond exploderen. Zeg, buitengewoon bijzonder. Doe me denken aan El Bulli. Schitterend. Nou, Ferry, heel erg plezier met je kort. Ik denk dat het goed komt. Roeland en Rutger, heel erg bedankt voor het samenstellen van de cocktail. En het publiek natuurlijk heel erg bedankt voor uw schitterende concentratie hier in de Melkbar in Limburgland. Dankjewel en we zijn er morgen weer met een schitterende voorstel. Ik geloof het u. Tot dan!